In Suriname zijn er nog 4 gevallen van de Delta-variant geconstateerd. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid gaf tijdens de persconferentie vanmiddag aan dat er geen link is met het eerste geval van het 7-jarig kindje. De bewindsman zegt dat er nog wordt uitgezocht waar deze 4 mensen het virus hebben opgelopen. Wij zijn als ministerie van Volksgezondheid ons bewust van de gevaren van mogelijke verdere verspreiding. Ik moet gelijk erbij vermelden dat het vaccineren degelijk beschermt tegen ernstige ziekteverschijnselen en overlijden, zowel bij de normale COVID-19 bekende of mano's, als ook bij Delta. Dat betekent, en dat hebben we steeds gesteld, dat vaccineren niet betekent dat je niet besmet kan raken. Het vaccineren betekent niet dat je besmet kan raken. Maar wat het wel kan betekenen, en dat wijzen data uit, is dat het vaccineren wel beschermt tegen erge ziekteverschijnselen, voorkomt in vele gevallen zelf een ziekenhuisopname en daarmee ook IC en sterfte. De bewindsman maakt verder bekend dat er samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal worden gewerkt om babyvoeding aan een selecte groep te distribueren. Er wordt ernaar gestreefd om in de eerste week van september te beginnen met de registratie voor het project babyvoeding. De regering heeft een budget uitgetrokken voor het ministerie van Volksgezondheid om het babyvoedingproject, waarbij wij voor selecte groepen, let wel, ik zeg het duidelijk, selecte groepen en natuurlijk de zwakke huishoudens en moeders met een medische indicatie of een sociale indicatie er vanuit de overheid babyvoeding gesubsidieerd zal worden. De bedoeling is, en de werkgroep heeft al het project ready, is al goedgekeurd door de regering, maar wij moeten de communicatie opstarten, zodat wij al in de eerste of tweede week van september kunnen van start kunnen gaan met de registratie van deze doelgroep. Het ligt in de bedoeling ook dat onze kinderen, onze baby's, goed gevoed moeten worden. Met het subsidiëren van babyvoeding wil ik wel gelijk aangeven dat de regering zich nog steeds blijft committeren en we zijn nog steeds op het standpunt dat borstvoeding nog steeds de beste voeding is voor kinderen. De volksgezondheidsminister gaf aan dat de vaccinatiecijfers gestaag klimmen. De doelgroep van 18 tot 60 jaar wordt steeds verlaagd. Het aantal volledig gevaccineerden zit nu op ruim 76.000 personen.